Hallo allemaal en welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. Ik laat jullie vandaag een super leuke sjaal zien uit wol voor sokken geschikt. Ja, een beetje apart natuurlijk, maar daarvoor is het natuurlijk super lekker warm en heerlijk om te dragen. Ik heb de wol dus ook dubbel genomen op de naald. Ik heb dus de bolwol twee keer op de naald genomen, zodat het dikkere draad op twee draden op één naald. Dus daardoor gaat het sneller en omdat je dus met een grotere naald kon arbeiden, wordt het ook wat grover. Ik heb hier zo'n superleuk patroon erin verwerkt. Met deze superleuke oud roze bol wol. Dat is de kleur en dan natuurlijk met deze kleine kleurverlopen erin met die stipjes. Ik heb het gedaan in losse steken en vaste steken. Heel eenvoudig en simpel met een leuk patroon. En hoe ik dat precies heb gedaan met welke wol en naald en dergelijke vertel ik jullie natuurlijk nu. Zo, dan gaan we dan met de super bra. Tweed wol natuurlijk, omdat deze van die stipjes heeft. En het is dus eigenlijk geschikt voor sokken, maar ik maak er dus een sjaal van. Het is geschikt voor naalddikte 2 tot 3, maar omdat ik het dus dubbel naald op de naald haal, heb ik naalddikte 6. Hier is dus 60% wol, 30% polyamide, 7% acryl en 3% viscose. Ja, hier zo haal ik eventjes het label eraf. En ga ik dus even kijken dat ik twee uiteindes vind. Ik heb er hier dus één. En dan helemaal binnenin heb ik dan de tweede. Want als een grote bol wol is, heb je natuurlijk een begin- en een einddraad. En die ga ik dus gebruiken. Dus het is een oud roze toon, zoals je dus ziet met deze tweed elementen. Dus met die kleine stipjes van andere kleuren erin. Super leuk. En hier kunnen we super mooi iets van maken. En dat is dus voor ons dus deze video de sjaal. Ook al is het geschikt voor sokken dus. Zo, het einddraad was makkelijk te vinden. Maar de begindraad in het midden was even lastiger. Zo, ik heb alles even uit de knoop gehaald en hier zo heb ik dus beide uiteindes samen. Zo, zoals je ziet is de draad redelijk dun, dus daarvoor ook normaal gesproken voor naalddikte 2 tot 3. Maar nu dat ik ze samen heb gebruikt, werkt naalddikte 6 ook nog. Het is wel een beetje dun, maar ik ga alsnog kijken of dat als het wel werkt met naalddikte 6. Zo, ik denk dat het wel gaat lukken. Nu ga ik de wollen eventjes aan de kanten schuiven en kan ik beginnen met het patroon. Dus ik heb een losse stekenketting van 20 stuks. 1, dit is 2, 3, 4. En dan heb ik hier zo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En dan nummer 16, 17, 18, 19 en 20. Zo. Hier zo heb ik dus heel mooi de breedte die ik dan krijg. En hier zo ga ik het ook nog... je kunt natuurlijk kiezen voor een grotere breedte of een kleinere. Daarvoor neem je twee af of neem je twee toe met het aantal losse steken. Hier zo sla ik dus eentje over en ga ik in de tweede ga ik in. En dan maak ik een vaste steek en een losse steek. En dan ga ik in hetzelfde ingangspunt voor een vaste steek. Sla ik er weer een over. Dan ga ik in de volgende met een vaste steek. Losse steek. En dan in hetzelfde ingangspunt gaan we in voor nog een vaste steek. Zo. Zo zie je dus heel mooi dat je van die kleine boogjes. Ik heb het ook even uitgeprobeerd. En het wil ook super fijn met de naalddikte 6. Dus dat is zeker aan te raden. Nu sla ik er dus weer eentje over. Dan ga ik in de volgende met een vaste steek. Een losse steek. En in hetzelfde ingangspunt een vaste steek. Zo een beetje wol ophalen en dan weer in eentje overslaan en in de volgende een vaste steek, een losse steek en dan in hetzelfde ingangspunt een vaste steek. Weer eentje overslaan en zo heb je dus telkens hetzelfde patroon voor deze eerste rij en zie je ook al super leuk iets aan de rechterkant als je het spiekt het andere patroon. Hier weer eentje overslaan en zo ga ik dus de hele rij afmaken en dan zie ik jullie straks bij de volgende rij. Zo, hier zo zie je super mooi hoe de eerste rij is ontstaan. En het is een leuke afwisseling met de tweede. Om het elk eentje over te slaan, kom je dus perfect uit. Nu heb ik dus hier zo dus een laatste pakketje, bolletje, hoe je het ook wil noemen. Ik draai even de boel om en ik neem geen steek voor omdraaien, geen losse steek. Dus ik ga direct in onder de losse steek die tussen de twee vaste steken zit. En daar haak ik weer een vaste steek, losse steek en in hetzelfde ingangspunt een vaste steek. Dus ik zoek op tussen de pakketjes van twee vaste steken zit een losse steek. Daar steek ik in met een vaste steek
En dan een losse steek daar bovenop. En dan ga ik weer om die losse steek van de voorgaande rij heen voor een extra vaste steek. Zo. Zo zie ik dus telkens weer het volgende ingangspunt op. Met een vaste steek, een losse steek. En dan gaan we weer om de losse steek van de voorgaande rij hetzelfde ingangspunt voor een vaste steek. En zo is het dus het patroon heel makkelijk te zien. En dat ga ik even tot het eind van de rij. Hier heb ik dus ook het tweede... Ja, de tweede rij heb ik dus klaar. En hier zie je super mooi hoe het patroon zich ontstaat. En zo zie je dus ook heel mooi dat de vaste steken in elkaar steken van de voorgaande rij. Ik ga je nog eventjes de wissel laten zien tussen de rijen. Hier heb ik dus de beide vaste steken, de laatste. Dan draai ik de boel om. En dan ga ik direct opzoeken naar waar de losse steek zat van de voorgaande rij. Geen steek voor de hoogte of iets dergelijks nemen. Maar we gaan direct verder met een vaste steek, losse steek. En dan gaan we weer tussen de losse steek van de voorgaande rij. Gaan we direct in met een vaste steek. En zo ga je weer gewoon helemaal verder. Zoek je de volgende pakketjes met de losse steek van de voorgaande rij. En dan wordt het steeds duidelijk hoe die boog iets omhoog gaat voor de losse steek. Waar je dus in moet steken. Zo, hier hebben we een klein tussenresultaat voor jullie. Dit is een update van de sjaal op dit moment. Je ziet het patroon echt al heel mooi. Het is een soort van kleine bloemetjes die in elkaar steken. Dat super leuk eruit ziet. En je ziet dus ook heel mooi de vaste steken die op elkaar zijn gepakt. En er is een leuke kleine tweet zit erin. En een leuke verzet wat erin zit. Omdat het dus telkens van andere kanten wordt verwerkt natuurlijk. Dus het verspringt zich telkens een beetje. Super leuk patroon vind ik het zelf. En ik vind ook dat de twee draden heel erg fijn laten haken op de naald. Ik heb nog een beetje vormen. Zo, hierbij heb ik dus een hele mooie lengte bereikt voor mijn sjaal. En deze heb ik dus ook al mooi klaar. Deze draad ga ik even afknippen en dan doorheen trekken zodat dat goed vast zit. Deze heb ik nog te vernaaien natuurlijk. En natuurlijk ook de begindraad. En die ga ik natuurlijk ook nog even vernaaien. Het is een grote bol wol. Dat is natuurlijk voor sokken bedoeld. Dus het is heel praktisch dat je dan nu zo een mooi twee draden alleen maar hebt te vernaaien. Omdat je dus alle twee tegelijkertijd hebt gebruikt. Het is een heel mooi compacte sjaal en daardoor lekker knus en lekker warm. En lekker dicht patroon natuurlijk, komt er weinig wind door. Dus voor de warme of de koude winterdagen houdt hij je heerlijk warm. En natuurlijk de leuke tweet met de verschillende kleuren. Ik ben dus erg tevreden. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Zo ja, laat dan een blauw duimpje omhoog achter. En neem een kijkje op mijn kanaal om op hoogte te blijven van nieuwe video's. En dan zie ik je volgende keer bij Doe Het Zelf ideeën. Tot dan, doeg!